gisteren in Lang Leef je de Liefde. Sharon en Tom krijgen het niet alleen warm van de chips met sambal. Hoeveel bedpartners heb jij gehad? Genoeg? Ja? Nog één. Ja, in ieder geval wel spijtig geworden hier. Is die allereerste zoen wel heet genoeg voor Sharon? Walter worstelt vooral met het geven van complimentjes. Jij zou zo de dochter nu kunnen zijn van Denzel Washington. Terwijl hij helemaal niet... Hoor je nou wat je zegt? Ik lijk op een man. Maar ik bedoel er niks gemeens mee. Maar, want je kan zijn dochter toch zijn, dat is dus... Ja. Kan hij dit nog gladstrijken met een lekkere bonbon? Maar dit vind ik moeilijk, die 32,5 graden. Je hebt iets, je kan het letterlijk en figuurlijk kan je het volgen. Dan komt er maar. Maar. Nou, dan is er weer een maar voor wat je iets niet wil gaan doen. Dit is Lang Leven de Liefde. Wat maakt dat de wereld draait? Wat maakt dat de dagen van goud zijn? Wat schrijft ieder lied? De mooiste verhalen. Lang leven de liefde. De liefde is vrij. Voor Jackie lijkt deze 24 uur vooral een kwestie van inhouden. Maar hoe kijkt Walter terug en vooruit? Ja, nou ja, die ogen, die doen wel wat voor mij. Ja. En je lach. Ja, qua karakter, nou ja, dat is wel gebleken. Het lijkt niet echt op elkaar. Ik moet nog wel even een beetje aan mijn werk ook. Maar ja, ik voel geen klik. En natuurlijk, er komt ook bij dat ik ook wel met mezelf aan het strubbelen ben. Ga dus niet verlengen. Oké, okay. Wel heel fijn om te horen, hè, ja. Zal ik maar zeggen. Jij is voor mij, sta jij hier en ik sta hier. Ja, dat klopt. En eigenlijk... Ik heb geen zin om jou te helpen om hier te komen. Ik ben daar te moe voor. Ja, nee, snap ik. Toch al 51 natuurlijk. Ja, jij ook. Maar ik ben daar te moe voor. Maar ik wil ook niet dat je dat moet doen, hè? Nee. Want ik wil wel een volwassen man zijn. En dan ben ik in wezen wel. Je bent ook een volwassen man, weet je wel. Maar ik sta op een punt in mijn leven. I want to be swept away. En weet je wel. Ja. Ik ga inpakken. Ik blijf nog steeds een man, dus je kan me wel helpen met mijn koffertjes, toch? Ja. Dag, jongen. Dag, meisje. Doei. Goeie reizen. Dankjewel. Jackie wil dat een man haar omver blaast. Dus als je twijfelt, meld je dan niet aan. Ben je zeker van je zaak? Bring it on. Walter maakt niet snel een keuze, maar stoppen met deze manier van daten was eigenlijk zo beslist. Eerst maar eens werken aan zichzelf. En dus is er voorlopig alleen kans op een klik bij de buren. Heeft de Koreaanse Chili hun hart in vuur en vlam gezet? De 24 uur, ze zitten er op. Hoe heb jij het ervaren? Ja, heel positief eigenlijk. Ja. Mooi. Ik kwam binnen, toen was het echt een positieve verrassing. Okay. En gelijk begon het gesprek heel spontaan. Ja. Ook een beetje de leiding, dat vond ik ook heel leuk. Ik merkte gelijk in onze gesprekken dat het gewoon heel soepel liep. Heel veel overeenkomsten. Dus ja, ik ben tot nu toe heel positief. Ik merk wel dat ik vandaag krijg ik dan een beetje wat meer... Dat ik wat zenuwachtiger word. Ja. En dat is misschien omdat dit moment er ook aankomt... dat ik me ook moet uitspreken. En dat vind ik ook wel spannend. Ja. Maar verder sta ik er wel positief in. Ja, dat zou ik wel verlengen. Ja, nou leuk. Ja, toen ik ook binnenkwam vond ik je ook heel open en lekker sociaal. Ik merk ook dat we best wel veel overeenkomsten hebben. We kunnen makkelijk diepe gesprekken hebben... Ja, wat ik ook heel fijn vond, hè, gisteravond in bed dat er nog even ging knuffelen. En dat voelde voor mij wel ontwapenend. En ik merkte ook al wat jij zei, van vandaag dat er iets meer spanning. Maar ja, super positief tot nu toe. En ik zou ook graag willen verlengen. Dus, Echt superleuk. Ja, superleuk. Dus, Nou, leuk, ja. Ik heb gezellig. Ja, chill. Ja. Nice. Even een knuffeltje doen? Ja. Nice. Ja. Nou, leuk. Mm-hmm. Wie ga je uitnodigen vanavond? Jij wil je vrienden misschien uitnodigen. Klopt, maar je kan ben ook ik ook wel benieuwd naar. Ja, zij hebben misschien nog nooit een meisje van jou ontmoet, denk ik. Nee, ja, die viel ook nooit echt iets voor te staan. Ah, je bent zijn eerste liefde. Schattig. Regina is dat punt al lang voorbij. Deze dreadlock-dame is moeder van 3 kids en werkt in een kringloopwinkel. En daar ontwikkel je toch een oog voor bijzondere dingen die opeens voorbij komen. Ik ben Regina, ik ben 53 jaar en ik kom uit Oosterwijk. Ik heb me aangemeld voor Colin. Ik zat die avond Lang Leven de Liefde te kijken. Ik vond het gelijk een leuke man. Een man met een mooie sprankel. Een leuke dreads in zijn haar. Die man kom ik niet zo vaak tegen in mijn leven. En mijn dochters vonden hem ook helemaal geweldig. Die zei, ja, maar dat is echt wat voor jou. Ik vond het echt super mooi dat hij piano speelde en ging zingen. Want dan stel je toch wel kwetsbaar op. Wake
from your sleep. En het overtuigt me helemaal van het feit dat het gewoon echt een hele leuke man is. Toen er niks werd met ze deed, dacht ik, ja, ik ga reageren. Want het kan wel de liefde van mijn leven zijn. En die ga ik niet laten lopen. Dus, nou, stress. Nergens voor nodig, joh. Je hebt toch gezien hoe Colin is? Super relaxed en makkelijk in de omgang. Maar vooral ontzettend benieuwd naar de vrouw die hem heeft teruggevraagd. Hallo. Hallo. Zo, ik moet even ontladen. Hallo. Hallo. Hoi, ik ben Regina. Ik ben Colin. Hoi. Nou, leuk. Ja. Ik heb het idee dat ik ga ontploffen, maar ik moet even wennen, hoor. Nou, dan gaan we toch even. Heb jij er geen last van? Nee, hoor. Ik vind het wel meevallen. Ik vind het echt heel heftig, hoor. Ja? Ja, jij bent heel relaxed, hè? Ja. Dat is ook de reden dat ik op jou gereageerd heb. Weer een relaxed, leuke man. Ah, kijk. Dus, oké. Ik heb nog wat leuks voor je meegenomen. Ik heb er geen kaartje bij. Nee? Nee, ik heb het niet gedaan. Want dan moet je dat gaan voorlezen voor mij natuurlijk. Maar... Ik heb voor jou wel een kaart bij. Nou, dat vind ik hartstikke lief. Kijk eens. Ja. Hallo, lieve dates. Wat dapper van je om jezelf, dat je jezelf hebt opgegeven om mee te doen aan een blind date. Het is al spannend genoeg. Wat er ook gebeurt, wees eerlijk naar jezelf toe en naar mij. En dan maken we er iets, dan ook iets leuks. Leuke tijd van Colin. Nou, superleuk. Mm-hmm. Ja. Ik doe even zo. Ik heb het zo warm. Ik heb deze voor jou meegenomen. Echt waar? Ja. Wel een hippe paarse met groen. Ik heb hem mezelf in elkaar gezet. Kijk eens. Ja. Oké. Oh, nou, dat klinkt al... Klinkt allemaal iets, maar ik kan er geen liedje bespelen, hoor. het zon gaat schijnen. Ja, zie je? Jij komt binnen en het zonnetje gaat schijnen. Kijk eens. Ja. Hey, Regina, op een leuke tijd hier. Ja, maak het wel gezellig, toch? Natuurlijk. Wat vind je een pluspunt bij een vrouw? Wat ik een mooie jou vind, dat je lang bent. Oh, ja. Bedankt. Ja, ik vind dat wel echt aantrekkelijk. Oké. Okay. Humor vind ik ook altijd belangrijk. Ja, ik vind dat we nog niet echt superveel moeten lachen of zo. Maar nee, ik heb ook het gevoel dat ik een beetje nerveus ben. Dus dan kom je toch iets minder los. Ja. Maar soms heb je wel leuke opmerkingen. Ja, tot dan. Ja. Doe mijn best, maar. Gek dat we nou in één keer hier met z'n tweeën zitten. Dus het is net of ik een soort droom zit of zo in een of andere roes. Heb jij dat niet? Of jij bent nuchterder, denk ik, als ik, of niet? Dus jouw eerste indruk van mij was een beetje... een beetje twijfelachtig, hè? Toch? Nou, je hoeft geen antwoord te geven. Je mag altijd eerlijk zijn tegen mij, hoor. Natuurlijk. Ja, maar je mag gewoon zeggen, hoor. Nee, je was niet wat ik verwachtte. Nee, wat had je verwacht? Eigenlijk helemaal niks. Het is, hè? De zon is weer weg. Ben je nerveus? Ben je nerveus, zegt ze. Tuurlijk, dit heeft Tom nog nooit gedaan. Een meisje voorstellen aan zijn maten. Hoi, ik ben Rimmer. Ik ben Sharon, hallo. Sharon? Ja, Sharon. Ja. Ik ben Bike. Nou, leuk dat ze Rimmer ja. En Bike. Ja. Oké, nou, Sharon. Ik ben Sharon. Leuk hè, Rimmer en Bike. Die namen hoor je niet vaak. Maar goed, een jongen die nog nooit een vriendin heeft gehad is ook vrij uniek. Dus hoe zit het dan? Waarom zouden jullie zeggen dat het nog niet gelukt is bij Tom om een vriendin te krijgen? Wat een goede vraag. Ja. Ja, ik kan de antwoord geven, toch even. Even de moed verzamelen. Nee, ik denk dat wel een grote factor die meespeelt... dat wij in een christelijke studentenvereniging zaten. En daar is de cultuur heel erg dat je wel een christelijke vriend of vriendin moet vinden. Ik vind ook de meeste meisjes die de meeste mensen knap vinden, niet knap ook. Dus ik hou niet van mainstream echt. Dus je denkt dat de rest mij niet knap vindt? Oei. Oei. Nee, dat is niet waar. Maar heb jij hiervoor relaties gehad of... Nee, dus eigenlijk ook nooit. Ik weet best wel goed wat ik zoek. Maar ja, wat is er dan dat je zegt... ja, ik zoek dit en dit, maar heb het tot nu toe niet kunnen vinden. En je hebt het nu wel naar je zin, volgens mij. Ja, ik denk... en iemand die gewoon normaal is, gewoon een beetje lief, gewoon niet te gek...
niet een groot ego. Ja, nou, volgens mij kunnen we alles afvinken. Wanneer ga je dit trouwen? Ja. Wie heeft jullie gematcht? Ja, ik wil die persoon even leren kennen. Ja. Wat goed, dan moet je doen, joh. Ik zou zeker meedoen. Ja. Kijk, zo komen we makkelijk aan nieuwe vrijgezellen, zeg. En dat is misschien maar goed ook, want Colin is sinds hij binnen is niet de Colin waar Regina zo enthousiast over was. Kan zijn beste vriendin naar boven halen wat hem dwars zit? Hey, Regina. Hey, maar Colin. Hi, hoi. Hoe gaat het daar? Ja, het is... ze heet Regina. Oké. Okay. Nabel is... ze is een beetje fors. Wat is ze? Ze is een beetje dik, fors. Oh, ze is een beetje dik. Ik ga daar proberen om echt doorheen te kijken. Door de dikkigheid moet je even heen kijken, hoor. Want ik bedoel, iemand die dik is, kan ook afvallen. Mm-hmm. En dan moet je iemand afwijzen omdat ze dik is. Nee, maar gewoon even tijd geven en dan... nou, wie weet. Ja. Oké, doei. De vrienden van Tom hebben hem nog nooit met een meisje gezien. Maar hebben na een gezellig diner wel het idee dat ze hier nog vaker naar gaan kijken. Hey, veel plezier nog. Ja, goede terugreis. Hey, tot ziens, hè. Doei, doei. Voor Regina valt het juist een beetje tegen. Toen ze Colin op tv zag, leek hij verdacht veel op de ware. Maar nu hij zo naast haar zit te trommelen, voelde het toch niet helemaal oké. Hoe zie jij de toekomst met een, als je een leuke vrouw tegenkomt en een relatie mee kan beginnen? Ik weet het niet. Weet je niet? Nee. Vind je dan leuk om heel veel dingen samen te doen? Of vind je juist weer, vind je juist lekker ook heel veel dingen alleen te doen of zo? Of dat je... Hey. Ik heb geen idee. Weet je niet? Zeg eens wat tegen mij. Hmm. Of moet ik even je oor kriebelen zo? Vind je het lekker? Even zakken met redsen. Nou ja, dat is lekker, hè, Colin. Een paar vreemde haren in je oor. Wie wordt daar nou niet vrolijk van? Weet je, tik lekker weer als iemand op mijn rug kriebelt. Vind ik zo lekker. Maar ja, ik heb nooit iemand die op mijn rug kriebelt. Hoe vaak in de week wil jij seks als je in een relatie zit? Nou, weet je wat ik wel merk? Als je gewoon als man zeg maar je dingetje doet. Mm-hmm. Dat je gewoon daarvoor niet... Nou, masturberen. Oh. Ik merk gewoon dat ik daardoor gewoon... Dat je vermoeid wordt daardoor. Als je het... Oh ja? Maar misschien komt het dat het misschien anders is als je het dan op die manier doet dan dat je het met de... Zeg je dat? Dat je het niet met je hand doet, maar gewoon met echt een vrouw, zeg maar. En, ja, maar ja, voor vrouwen is dit misschien ook wel weer nog heftiger, snap je? Is dat niet zo, Finn? Ach ja, zoenen in de hot tub is fijn. Maar het is lang niet zo bevredigend als een oormassage. Dat hoogtepuntje maakt meteen hongerig. Alleen niet naar een goed gesprek. Ik vind het gezellig. Ga nog niet zo onzeker doen. Misschien is het ook onzin om een bank te gaan leren. Mm-hmm. Dat is een beetje belachelijk, maar ik duim nog af. Wel trusten. Wat rusten. Slaap lekker. Voor Sharon en Tom is het een nacht om nooit te vergeten. Voor Colin vooral eentje om eens goed na te denken en moed te verzamelen. Want hij zal toch een keer meer dan 3 woorden moeten zeggen. Dat is toch wel het minste wat Regina van hem mag verwachten. Nou, we zijn een dag verder. Ik heb geen liefdesgevoel, maar echt meer een soort broedergevoel. Zo van, oh, hè. Ja. Regina, dat is mijn grote zus nou. Dus ik denk dat onze wegen uiteindelijk gaan scheiden. Dus helaas niet lang leven de liefde, maar lang leven de vriendschap wordt het dan. Daar ben ik ook heel blij mee. Nou, laten we lekker gaan opruimen. Nou, helemaal super. Ja. Gentleman. Mm-hmm. Hey, toedeledokie. Doei. Doeg. Regina heeft niet gevonden waar ze naar zocht, maar vond de ervaring leuk genoeg om het nog een keer te proberen. Wil jij graag een keer op haar rug kriebelen? Meld je dan nu aan. Colin is ook na deze date nog altijd op zoek. Zou je het leuk vinden om het een keer met hem te proberen? Geef je dan nu op? Sharon en Tom groeien juist per uur meer naar elkaar toe. Kun je nagaan wat er gebeurt als ze nog eens 24 uur met elkaar doorgaan? Eigenlijk was het vanaf het begin af aan best wel, voelde het heel erg vertrouwd over mij. Ik kon heel makkelijk praten en goede gesprekken. En ik vind heel lief, sociaal en open-minded. Ook de afgelopen dagen zijn we dichter tot elkaar gekomen. En voor mij voelt het gewoon tot nu toe heel erg goed. Oké, leuk. Ja, ik heb echt precies hetzelfde.
Het was gisteren echt superleuk om te zien hoe je met je vrienden bent. Ja. En ja, 's avonds voelde ik echt gewoon dat onze connectie wel steeds dieper werd. Ja, klopt. Had ik ook. Leuk om te horen. Ja. Ja. Ja, en ik moet zeggen, dat had ik ook al gezegd, maar bij mij voelt er wel, of groeit er wel wat nu. Ja, nou, dat gevoelens. Heb ik ook. Ja, ja. En morgen gaan we hier samen weg. Ja, dat sowieso. Nou, kus. Ja. Dit is John. Hij is 73 en anderhalf jaar geleden weduwnaar geworden. Een groot verlies, maar dat heeft inmiddels een plekje gekregen. En nu is er dus weer ruimte voor verliefdheid in zijn leven. Ik wil iemand leuks ontmoeten, waar ik mee ergens naartoe kan. Lekker uit gaan eten, lekker naar de Schouwburg, naar de film toe. Leuk weekend, eventueel op vakantie, enzovoort. Ik wil 100 worden, ik ben nu 73, dus ik heb nog 27 jaar voor de boeg. Het is mijn laatste levensstuk en dat wil ik dan toch nog heel leuk beleven. Ik zoek een mevrouw, groter als 1,70. Ze moet gewoon normaal bestuur hebben. Nou, gezellig, goede blik, stralend uit, een beetje goede uitstraling, goed in haar vel. Ja, een opgeruimde vrouw die goed uit de ogen kijkt, die gezellig is, die goed gemutst is, die ook handig is. Die ook een strijkbout kan bedienen, die ook kan koken. Die een wasmachine en een droger kan bedienen. Die een beetje in de huishouding wat kan. Nou, dat ijzerpakket kennen we nog van Lang Leven de Liefde in de jaren 30. Niks mis mee hoor. Ook niet met Monique trouwens. Zij is 69 en nu zo'n 5 jaar alleen. Nu ben ik echt op zoek naar iemand. Dat ik ook eens denk heb, 's avonds lekker op de bank even lekker gezellig knuffelen. Dat mis ik nu wel. Je warme hand of die arm om je heen. Ik zoek een man die ook verzorgd is. Liefst geen baard, geen snor, want dat verbergt meestal wat. Dat hoef ik ook niet. Verzorgd, uiterlijk. Ja, gewoon die ook van leuke dingen houdt. Gewoon een nette, blanke man. Als je maar van beesten houdt, van dieren houdt, voor mij heel erg belangrijk. Het staat bij mij echt op nummer 1. Ik heb zelf geen kinderen, ik heb ze nooit kunnen krijgen. Dus mijn honden zijn me alles, zijn voor mij mijn kinderen. Ik geef me echt al mijn liefde. Ik ben oprecht. Ik ben eerlijk. Ik zal iemand nooit in de maling nemen. Dat meen ik serieus. Goedemiddag. Goedemiddag, jonge dame. Hi. Hoi. Ik ben Monique. Ik ben John. Aangenaam. Aangenaam. Ja, ik heb hartstikke jou meegenomen, leuk. Och, hartstikke leuk. Wat mag ik jou aanbellen? Zullen we een prikkeltje nemen? Ik drink geen alcohol. Oh. Nee. Dat is een slechte zaak als je geen alcohol drinkt. Nee, ik drink alleen maar alcoholvrije wijnen. Dus vandaar. Oh, god, die heb ik helemaal niet. Nee, maar jij... Maar je drinkt ook niet een prikje? Nee, ook niet. Nee. Helemaal niet? Nee. Ik neem altijd lekker kraanwater. En jij met de eten lust jij alles, of niet? Ja. Ik eet alles. Je bent niet vegetarisch, hè? Nee, ja god, geen alcohol. Straks zeg je, ik eet alleen maar van dat alternatieve spul. Nee. Want ik wilde juist vanavond Thaise mosselen gaan maken. Thaise mosselen? Ja, is ook goed. Ik had al gedacht een gourmette, maar Thaise mosselen vind ik ook prima. Nee, lekker. Ja? Ja, dan eten wij Thaise mosselen. Goed, laat ik me verwassen, Dominique. De buren weten al precies van elkaar wat ze wel en niet lekker vinden. Maar hoe brengen ze dat in beeld? Met verf natuurlijk. Meteen ook een goede kans voor Tom om te laten zien wat hij allemaal kan met zijn kwast. Ja, are you ready? Oké, okay, is leer zelden? Ja, is goed. Oké, wauw. Ik heb hem genoemd Oceaan der Verbinding. En eigenlijk is het zo, hè, we zitten op een anker. En hoe dieper je gaat, hoe beter de verbinding wordt, hoe meer balans er is en ook hoe mooier de dingen worden. Wauw, ja. Dus dat was... Leuk. Ja, alright. Leuk. Wat nou voor jou? Ik ben benieuwd. Ja, is niet zo, het is gewoon letterlijk. Kijk eens aan. Een fijn moment om het terug te denken. Ja, zeker. Ja, super nice. Ik vind hem echt tof, ja. Dit is van mijn Bouvier. Oh, heb je een Bouvier? Heb je er ook prijzen mee gewonnen? Ja, die is al Nederlands kampioen. 22. Oh, ja. Bob. Mooi. Ja. Ja, Bouvier de Vlaanderen. Ik heb foto's bij me, als je het leuk vindt om te zien. Ja, helemaal goed. Goed geantwoord, John. Die Bouvier is Monique's baby. Ja, niet letterlijk natuurlijk. Maar trots dat ze is op die lieve, harige prijswinnaar. Nou, dit is dus als eerste geworden. Mm. Dat was in de fokkersklas.
Ja, hele mooie foto's. Ja, nee, maar jij moet eens een keer wat vertellen. Kom, laat gaan. Ja, ik hou ook lekker van de vakantie gaan. Ik ben ook altijd naar Spanje geweest, Italië, Corsica ben ik geweest. En jij houdt van lekker eten. Gelukkig, ik heb er ook last van. Ik ben dan blij dat jij het ook hebt. Nou, dat heb ik niet. Ja, je hebt toch een buikje? Nee hoor. Je baal. Oh nee, nou is het weg. Nee. Sorry, neem je mij niet kwalijk. Nee, ik zag wat. Nee, dan kijk je niet goed. Sorry, Monique. Dan kijk jij niet goed. Heb ik niet goed gekeken. Nee. Nee, had ik een vuiltje in mijn oog. Maar jij moet nou wat vertellen. Kom, laat gaan. Ben je getrouwd geweest? Ja. 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 En ja. Je man gestorven? Of, nee, we uit elkaar gewoon. Oh. Na? Dus meer dan 40 jaar al. Eerlijk. En toen nog uit elkaar gegaan? Ja. Sorry dat ik dat even doe, Monique, maar nee. ik moet contact hebben met de mensheid. En dan moet ik altijd ergens een hand opleggen. Ben je aan het kijken? Ik dat je op een klokje keek? Nee, ik heb een klokje. Nee. Heb je het een beetje naar je zin? Vind je het een beetje leuk? Of... Ja hoor, tot heden nog wel. Ja. Maandag. John hoeft niet te rekenen op een knuffeltje. Jij wil ook niet dat ik aan je lijf kom? Nee. Hoe komt dat? Hou ik gewoon al niet van. Nee. Nee, moet je niks van hebben van zoiets? Nee. Bij mij doet seks er niet meer toe. Bij jou niet, bij mij wel. Nee. Tot maandag.